Ja, we zijn in afwachting van de bui. Het gaat al onweer, het is hier nog loeiheet. Dat zie ik hier, 30 graden. Lekker biertje erbij, ik dacht er eventjes meemaken hoe dat zou gaan. Maar de druppeltjes die vallen. En de rest van Nederland heeft al de bui te pakken, geloof ik. Maar hij komt hier ook en hij wordt heel zwaar. Dus ik zal straks nog wel eventjes van binnenuit ook wat van het plan zo laten zien. Dan ga ik even pauzeren nou. Ja, het rommelt. Het rommelt. Kun je gelijk even ons nieuwe grasje zien. Wat daar mooi aan het opkomen is. Met wat van die mooie plantjes er middenin. En ik zal ook even de nieuwe regenton laten zien. Daar is die Jan. De nieuwe regenton. We hebben er hier dus twee. En de grote vraag is of... Want hij loopt een beetje naar beneden. Of die überhaupt gaat werken. Dus dat gaan we vanavond ervaren. Nou, het gaat nog niet zo snel. Maar hier komt wel een lekkere jongen aan. Dus ik weet niet of... Die misschien ons wat regen gaat brengen. Dus het zou wel eens kunnen. Ja, de wind neemt toe. Dat is altijd een teken. Ja, kijk, 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 kijk. Het gaat ineens waaien. Ja, jongens, dit wordt even spannend. Ja. Ja, de ginder is ook inderdaad, dat kan je al gezien. Flink wat wind. Hier komt nu ook wind. Ja, jongens. Oeh. Oh jee. Oh jee. Ja. Een flits. Wat. Losse bladeren vliegen de lucht in. Wat gaat hier gebeuren? Yes. Maar het bier is er nog. Kalle staat veilig. Hè? Hoe kijk jij er tegenaan? Heb je er vertrouwen in? Voor je het weet gaat er zo'n hele boom tegen de vlakte. Hè? Ja, moet je eens kijken. Het zal niet de eerste plek zijn in Amsterdam, wat Doreen heeft laten zien. Dat was nou een heleboel bomen. Die klom zelfs in een omgevallen boom. Wat een grote grap. Ja. Er komen net wat meer druppels. Oh, Carla doet nog even een noodgreep daar. De oleander in Noekie. Wat zal er gaan gebeuren? Gaan wij dit overleven? Of niet? Spanning. Ja, nu komt er toch wel wat meer regen. Oh jee. Nou gaat het toch wel iets regenen. Nou, het wordt nu tijd om naar binnen te gaan. Zo. Ja, hier zie je dan de achterkant van het huis. Je ziet de echte slachtgevers zijn nog niet gekomen, maar... De wind die hakt er wel in, hè? Ja, van onder de carport heb ik natuurlijk mooi ook wat zicht. En inderdaad, het is nattig. Het is inderdaad behoorlijk nattig. En nu komt het wel met aardige bakken. Er komt nog een eenzame fietser aan. Dus die wordt natuurlijk zeik en zeiknat. Ja, jongen, dat is... Zo is dat. Ja. Oh jee. Wauw. Ja. Kijk. Er liggen al takken. Oh. Ja, het gaat door, het gaat door.
Ineens komt het zo. Ineens komt het zo daar, al die regen, wauw. Wat een wind, man. Als ik een boom was, dan hield ik mijn hart vast. Nog eventjes zicht op de achterkant van de tuin. Ja, het wordt goed nat, dat zie je wel. Hè? Er liggen aardig wat plassen. Ja. De planten worden heen en weer, daar zie je de vijgtuin, die krijgt echt klappen. Maar hij staat nog echt op. Ja. Oh, die bomen daarachter, nou, dat wordt spannend. En terwijl ik maar aan het filmen ben, is Carla dus bezig om de ramen dicht te doen, de dingen vast te zetten. Ja, dus we hebben de taken verdeeld. Kijk, een enorme berg water ineens al daar. Nou ja, de grote vraag is natuurlijk, zou er water lopen in dit apparaat? Nou, laten we kijken. Komt er water in? Nou, het is niet veel. Maar er komt water in, dus het werkt. Goed gedaan, Carla. Het werkt. Nou, dan sluit ik nu het filmpje maar af, want het kan al even duren, geloof ik. Maar zoals Carla zei, het lijkt of het iets lichter wordt.